Hoi, vandaag laat ik weer met veel liefde aan jullie zien wat ik de afgelopen maand heb opgemaakt. Het is niet heel erg veel en het zijn ook relatief simpele dingen, maar op zich is het wel een inkijkje in wat ik, nou ja, gewoon de afgelopen tijd heb gebruikt. En dat, het zijn van die, weet je, ook wel standaard producten, dus dat geeft dan ook wel aan wat ik gewoon prettig vind om te gebruiken. Ik bedoel, daar zijn deze opgemaakte video's natuurlijk ook voor. Ik heb twee haarproducten, één shampoo, één conditioner. Hoera Elise! Ik heb de Andrelon Zomerblond. Dit is de laatste fles die ik heb gekocht. Ik ga nu niet meer de Zomerblond producten gebruiken, maar ik ga over op iets anders. Waarom? Het is onzin dat je Zomerblond niet kan gebruiken in de herfst. Maar ik heb nu andere spullen. Dus volgens mij heb ik ook niet meer een fles liggen. Dus ik denk dat ik pas over een tijdje of zo het weer ga kopen. Wel vond ik hem heel erg prettig in gebruik vanwege mijn highlights. En ik merk echt dat het mijn haar wat lichter maakt en minder dof. En dat komt ook door dit product. Dit is de Andrelon Happy Highlights. Voor highlights. Nou, ik heb natuurlijk al een dop met highlights. En ik vond deze heel erg fijn. Ook alleen al omdat mijn haar er fantastisch lekker door gaat ruiken. En ik heb hier natuurlijk ook een uitgebreide review over geschreven. Afgelopen maand heb ik de conditioner opgemaakt. En nu een maand later deze. Ja, ik heb hier. Ik vond het een enorm fijn product. Het maakte mijn haar zacht. En ik merkte dat mijn haar er gewoon glanzend en gezond van werd. Niet dat ik ongezond haar had, maar ik merkte dat het wel gewoon een positief effect had. Dus zeker bij de leuke producten, gewoon voor een klein prijsje. Ja, er zit wel SLES in dat soort producten. Dus ik kan me voorstellen dat je misschien niet prettig vindt om drogisterijmerk te gebruiken. Mocht je dat geen probleem vinden, net zoals ik, dan zijn dat hele leuke opties. Dan de Knijp douchefoam. De vijgenmelk en argenolie. Hier heb ik een tijd geleden een review over geschreven, ook een winactie voor gehouden. Ik heb twee dames blij mogen maken met een aantal van dit soort flessen. De eerste van Knijp is nu echt helemaal op. Ik vond deze heerlijk. Ik vond hem zacht, ik vond hem rijk, ik vond de substantie echt geweldig. Heb hier ook best behoorlijk lang mee gedaan voor een douchefoam. Ik heb hem niet elke keer gebruikt dat ik onder de douche stond, maar wel om de keer dat ik onder de douche. En ik sta natuurlijk elke dag onder de douche, dus dan zeker wel 3 à 4 keer in de week. Dus dat was. Dus hij heeft het echt lang volgehouden. Vind ik erg netjes. Die van Ritual zijn sneller op. Heeft ook wel een leuk prijsje. En is gewoon lekker makkelijk bij de drogist verkrijgbaar. Knijp is ook gewoon een heel erg goed merk. En ik vond deze geur echt fantastisch lekker. Dan iets heel erg simpels. Ik dacht, ik doe het een keertje in mijn opgemaakt bakje om jullie te laten zien wat voor doekjes ik gebruik. Ik gebruik de kruidvat wattenschijfjes. Deze gebruik ik om mijn laatste restjes make-up weg te halen. Of om mijn nagelzwartjes te doen. Ik vind deze heel erg prettig omdat het gewoon dubbel gewatteerd is. En ze zijn heel zacht. Dus ik vind dit, en ze kosten echt 80 cent of 1 euro of zo per zo'n dingetje. En ik vind, ik hoef geen D-make-up duo doekjes te gebruiken om wel gewoon een heel prettig effect zachtheid te hebben van zo'n doekje, weet je wel. Dus ik dacht, ik laat gewoon zien. Deze van de kruidvat gebruik ik. Dan de, en dit is best wel snel gegaan, de Wild Argan Oil Rough Scrub van de Body Shop. Ik weet even niet meer wanneer ik mijn review over deze collectie heb geschreven. De body butter, nou, er zit nog niet eens een deuk in, weet je wel, dat gaat zo langzaam. Maar dit product is naar de aard van de scrub, omdat er zo'n gelei op zit, op het moment dat je wat pakt, ja, dan blijft ook heel veel aan je vingers hangen. Je pakt vrij snel te veel. En daarom is hij bij mij wat sneller opgegaan. Is dat een nadeel? Nou, je kan wel zien dat ik hem echt mooi heb opgemaakt. Dus ik vind hem ook wel erg prettig. Ik heb hem om de douchebeurt gebruikt. Ik zal dat nu wat minder doen. Ik gebruik sowieso scrubs wat minder in de winter dan in de zomer. En ik gebruik het voornamelijk op mijn bovenlijf en niet op mijn onderlijf. Maar ik vond hem heerlijk. Ik vond juist dat gelei of zo wat er omheen zat, om die scrubkorrel, die lekker aanwezig was, maar niet grof, vond ik gewoon heel erg prettig in gebruik. En ik vond de geur lekker. Dus is het een product dat ik opnieuw zou kopen? Ja. Ik vind hem wel vrij prijzig. Sowieso vind ik van dat van de Body Shop producten. Maar je krijgt dan ook wel kwaliteit. Dus dan heb ik zoiets van, oké, dat vind ik dan prima. Dan gaan we er gewoon voor. Dan de One Ginger Morning van Treacle of Treacle. Ik weet nog steeds niet hoe ik het helemaal uitspreek. Ik zeg al Treacle Moon. Die kan je ook gewoon halen bij de Appie XL winkels, de Albert Heijn. En dit is een bath en shower gel. Dit is eigenlijk opgemaakt door Boris, door mijn man. Voor degene die voor de eerste keer naar mij kijken. Waarom? Ik vind ginger heel scherp. En ik hou wel van, ik hou wel van zure, nou, zure geur, dat klinkt dan zo raar. Maar een beetje wel dat frisje of dat zoetige. Ik hou van allerlei geuren. Maar een beetje dat bittere, zoals ginger. Nee, dat vond ik niet lekker. Ik vond het fris, zuur, scherp.
Ja, dat is een beetje... En had Boris hem gebruikt en dan kwam ik de badkamer binnen en dacht ik... Wow. Kwam ik echt op een muur van ginger aflopen. Ik vond het zelf niet zo lekker. Hij vond het dus echt geweldig. Dus misschien vinden jullie partners of vriendjes dat ook wel heel erg lekker. Ik vind de producten van Triacle Moon wel echt heel erg fijn. Ik heb geen bad, dus ik gebruik het als shower gel. Daarom duw ik er echt veel langer over. Op dit moment staat de limited edition watermelon in mijn badkamer. Ja, die vind ik echt zo lekker. Alleen al qua geur. Kost 5 euro trouwens per fles. En het is ook echt een fles van 500 milliliter. En Boris heeft hier iets meer dan een jaar mee gedaan. Een jaar. Boris is ook wel echt heel zuinig met zijn producten, maar toch een jaar. Dan... Ja, ik heb hier ook een kaars ingestopt in een bakje. Waarom, dat weet ik niet. Misschien omdat het gewoon is opgegaan dat ik dacht, nou, ik laat hem gewoon zien. Dit is namelijk mijn favoriete kaars van de IKEA. Ik dacht, lifestyle, ik laat ook wel eens een Rituals producten zien. Misschien vind je het ook wel leuk. Kaarsen, er staat er eigenlijk altijd wel eentje te branden achter mij. Dat vind ik heerlijk. Dit was de soort cookies and cream vanilla, terwijl ik er helemaal niet van hou, maar achtige kaars van de IKEA. En dat is mijn favoriete kaars samen met bosvruchten. Die is ontzettend lekker. Zeker nu we naar de herfst en de winter gaan. Hoort dat er, is dat heel erg passend bij de seizoenen. Het is heel erg zacht. Ja, oh, ik vind hem echt zo lekker. En hij is op. Ik heb nog een aantal op voorraad liggen. Ik heb altijd een voorraad. Het zit in dozen. En dan haal ik er weer eentje uit. Kost volgens mij 3,25 of zo voor zo'n grote. En ik doe er echt maanden mee. Zo, nou, maanden is overdreven, want ik heb hem wel vaak aan. Nou, twee maanden denk ik wel dat ik er dan met zo'n ding doe. Dus ik dacht misschien wel leuk om te laten zien. Dan heb ik een make-up product opgemaakt. Eentje waarvan ik hoop dat die trouwens nog verkrijgbaar is bij de Catrice sinds de nieuwe wisseling van producten. Dit is de Catrice All Matte Plus Shine Control Powder. En deze heb ik echt heel lang geleden gekocht. En ik heb hem nu pas opgemaakt omdat ik hem een tijd niet heb gebruikt omdat ik andere producten had. Dit heb ik in de kleur 015 Natural Beige. Ik vond hem heel prettig. Ik vond hem mooi matteren inderdaad. Mooi aansluiten op mijn Catrice BB Cream. Van ja, ik vond hem echt heel prettig. Ik gebruik nu de Ethos... translucent powder, weet je wel, zo'n doorzichtig witte poeder. Maar ik vind gekleurde poeders zelf vind ik dat fijner werken. Ik vind dat dat net even wat mooier, wat warmte toevoegt. En niet dat het me wat bleker maakt. Niet dat je heel, want als je witte poeder, dan moet je mee oppassen dat je er niet te veel van gebruikt. Soms kan het je wat grauwer maken. Ja, daar heb ik niet zoveel behoefte aan. Dus dit product is opgegaan. Het is wel zo dat altijd de randjes dan overblijven. En dan zet je hem een keertje neer, gewoon heel voorzichtig. En dan gaat hij al kapot. Dus ik heb van de laatste restjes ook geen gebruik kunnen maken. Dat vind ik dan een beetje zonde. Maar als hij nog verkrijgbaar is, ga ik wel een nieuwe kopen. Dat zeker. En dan het allerlaatste dacht ik laat zien welke labello's ik eigenlijk 24/7 gebruik. Dat is van de Yves Rocher, de Hydra. En dit is de witte druif. Yves Rocher had gezegd dat ze er waarschijnlijk uit gaan binnenkort. Maar dat hoop ik niet. En dan ga ik even voorraad inslaan. Ik heb er nu ook nog een stuk of 6 liggen. Dit zijn de labello's die Boris en ik namelijk eigenlijk altijd gebruiken. Ik heb er altijd in mijn tas. Hij heeft er altijd eentje in zijn broekzak. Als het goed is zit hier ook geen minerale olie in. Dus het is ook niet heel erg verslavend. Maar ik vind het gewoon heel erg lekker om altijd een iets zachts op mijn lippen te hebben. Zeker als we naar de winter toe gaan. Dus dit is mijn go-to lipbalm. Ik gebruik eigenlijk niet iets anders. Want producten waar ik ook mijn vinger in moet dopen. Zoals een vaselinepotje. Waar heel veel minerale olie in zitten trouwens. Dat gebruik ik gewoon niet. Ik vind dat... Wat moet ik dan met mijn vinger doen? Ik heb dan de neiging als een kind om het aan mijn broek af te smeren. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal handig. Dus ik vind dit altijd echt topproduct. En het kost 1,25 of zo per stuk. Dat was hem. Dat was mijn hele simpele opgemaakte video. Maar wel met ook wel mooie producten en basic producten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg!